Dan kun je eens wachten totdat het raam heel is. Ja, gaat nou niet. Want ik denk dat ik ook mijn komeet dan weer even weg moet halen. Maar dat zien we dan wel weer. Het andere hebben ze geen last van. Ik heb zeggen en schrijven. Eén kindje aan de deur gehad op 10 maart. Ja, bitter weinig dus, hè. Maar ja, we weten waar het door komt. Moet je maar denken. Een hele goedemorgen, lieve vrienden. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer donderdag, de 11e van de 11e, Sint Maarten. Alle kinderen, tenminste alle kinderen, zolang de voorraad straks, kunnen vandaag, althans vanavond, bij mijn deur komen om te zingen. Kunnen ze een zakje snoep pakken, kunnen ze op afstand doen allemaal. Ik zorg gewoon dat ik op afstand ernaar sta te kijken. Ja, langer dan mijn arm. Maar dat kan nou niet, nee. Maar ja. Ik ga de hondjes uitlaten, want misschien tussen 12:30 en 1:00 komt Karin met een kraan. Nee, niet op Mirk. En om 1:01 komt Stefan weer, want die komt normaal op vrijdag, maar morgen heeft hij een andere opdracht van zijn baas gekregen, dus ja. Dus de diertjes zijn allemaal nog binnen. Hier hebben we ons lampenkappie. Ik zal eens eventjes... Wacht even, ik ga jullie even omdraaien. Lijkt me een strak blad. Daar hebben we ons lampenkappie. Oh, ik zit vast. Kom eens kijken, kom eens kijken, kom eens kijken, kom eens kijken. Kom nou. Hij doet het niet. En daar hebben we... Oh, hij is onscherp. Kom nou. Waarom gaan we nou niet scherp worden? Hij wil niet scherp worden. Nee, dat is niet scherp. Nou is hij wel scherper. Nou, waarom doet hij dit nou? Nou, dat is zo. Hé? Ja? Nee, gaat weer ons. Nou, laat hem zo. Hé, ons lampenkappie, ja? Ja? Hoe is het met je pootje? Het gaat raar, dat is de goede kant op, hè? Zit nou zelf hier op, ja. En ja, Rijka hebben we natuurlijk zoals gewoonlijk in de keuken. Ik heb hier nog 3 boksen staan. Althans, een doos, daar zitten spullen in wat naar boven moet weer, van de kamer. En daar zitten nog kerstspullen in. Ik heb daar nog wat in. Maar ja, ik moet ook nog weer een cadeautje inpakken. Daar is nog een dikke puinhoop. En daar staan planten, daar moet ik mee aan de gang. Die zijn uitgebloeid. Ja, maar in ieder geval, dat laat ik jullie wel weer zien wanneer het klaar is. Nou, hier is bijna klaar. Tenminste, ja, het raam kan ik niet verder doen. Vanwege dat kapotte raam. Maar vanaf die takken, tenminste die tak die boven het raam hangt, achter de buizen van de kachel door, langs moet ik zeggen, over mijn schilderij heen, met dat meisje met die poesjebeestje, en dan naar die krans toe, zo dat hoekie, en voor de kast langs, daar naartoe. Moet ik werken, dat is het enigste nog. En ja, verder het raam nog, maar dat kan ik verder niet doen nog. Moet ik eerst wachten totdat het raam heel is? Ja, gaat nou niet. Want ik denk dat ik ook mijn komeet dan weer even weg moet halen. Maar dat zien we dan wel weer. Het andere hebben ze geen last van. Hé? Jong gedaan, hè? Maar ik zal dat meneertje, hij loopt iedere keer weg, lieve vriend. Ik kan daar niks aan doen, ja, dat komt wel goed. Oortjes plat, oortjes plat schat, oh goeie toch, hè. Ja, en die zijn, nou, klaar nu, we gaan zo lopen, hé. Hey.
Rustig nou. Jij ook. En jij helemaal. Rustig. Maar in ieder geval, lieve vrienden, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Goedenavond, lieve vrienden. Ja, het is al reeds al heel erg lang al avond. Ja, want het is bijna 10 uur. 21:59. Ik heb zeggen en schrijven. 1 kindje aan de deur gehad voor Sint Maarten. Ja, bitter weinig dus, hè. Maar ja, we weten waar het door komt. Moet je maar denken. Ik heb wel andere kindertjes op de gracht zien lopen toen ik met de dames uit was. En toen zei ik van, jullie weten waar ik woon. Kom gerust. Want ik heb genoeg snoep. Niks geweest. Maar ja, wel een enkel mijn buurmeisje. Maar ja. Gedaan de zaken enige keer. Ik ben ook vanmiddag hekken druk gehad, waardoor ik helemaal vergat om de camera erbij te pakken. Want mijn begeleidster Karin is geweest, dat heb ik jullie verteld, dat die zou komen. Ook zou Stefan komen, mijn huishoudelijke zorg, die is ook geweest. Jan, die is geweest, die met mijn schutting bezig is. Telefoontje gepleegd, nog een telefoontje, Karin aan de telefoon gehad de hele middag, dus ja. En een spelletje gedaan, tenminste een spelletje, ons spel, wat Karin doet en ik doe, dat heet Township. En ik heb hem opgestart en ik, nou, pas tegen de avond pas weer uitgedaan. We zaten zo lekker bezig erin. Nou, en nou heb ik er net een video aan het renderen geweest. Dus ja, dat komt ook allemaal goed. En ja, en ik heb ook nog die slinger van af het raam. Die kant daar boven. Zo over dat meisje heen en zo die kant langs, naar de anker toe, op dat schilderij. Dus ja, dat is allemaal ook gelukt. Nou, dan ga ik morgen eventjes nog wat in de hal doen. Ramen kan ik dus niet doen, want die ene is stuk. Ja, niks aan te doen. Het is nou eenmaal zo. Kwispelkontje. En hier hebben we nog zo'n lekkere. Hé, nog zo'n lekker meisje. Ja, hè. Oeh, lekker, 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 lekker. Hé? Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie avond met wat jullie doen. En geniet ook met mijn vlogs, onze vlogs. Ja, het is maar hoe je het bekijken wil. Ik zeg wel van mij, nee, het is onze, want ik heb mijn diertjes erbij. En natuurlijk, ja, ook Karin en Roderick, hè. Ja, vergeet die ook niet, want die doen het ook best goed. Ja, maar ze zitten ook hoger qua volgers dan ik, maar er komt ook meer mede. Zij is eerder begonnen dan dat ik begonnen ben. Zij doen het nu met hun tweetjes. Ik doe het in principe alleen, want ik zie niet zo gauw een hond een camera vasthouden. Nee, dat gaat het om 1, 2, 3 denk ik niet worden. Maar oké, maakt verder niet uit. Als je het maar gezellig hebt. Ja toch? Nou, en dat hebben wij. Dus geniet gewoon lekker met ons mee.